Ik, ik heb nog steeds het idee dat ik hier dus nu echt een soort... dat ik ze een, een truc kan uithalen. En zij zit inmiddels in de boardroom. Weet je, we hebben wel een mooi trucje met Wout uitgehaald. Echt ja. goed gelukt, echt ja. goed gelukt. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Ik zit vandaag aan tafel met rechts van mij Arnaud Wokke. Hoi. Tegenover mij Joris Jansen. Hallo. Uh, en voordat we gaan beginnen... Hebben wij het leuks te melden? Nou, Toch? Arnold, ja. Want wij zaten uh, donderdagavond, ja. was het. Uh, toen waren wij uh, uh, Frederik Zevenbergen aan het uitzwaaien tijdens een dinertje. Uh, jullie kennen hem wel als voormalig community manager van Tweakers. Hij heeft toen ook voor Tweakers Elect gewerkt. En nu gaat hij echt iets compleet anders doen. Um, en we waren daar. En we waren niet bij de Dutch Podcast Awards. Precies. Want wij dachten, die gaan we echt never nooit winnen in de categorie tech. Uh, we nee. hebben het eigenlijk niet echt over gehad ook hier. Dus dacht, uh... Want wij zijn zo teleurgesteld over deze kwaliteit die wij maken. Hè? Dan denken we van, vanavond... ah <laughs> Nee, maar <laughs> weet dat je wat het wel de... met dit soort dingen vaak is, is? Dan moet je echt mensen een beetje oproepen en, en een beetje uh, ja, aandacht gaan besteden. We dachten, nou, laten we dat lekker gewoon op de inhoud van de podcast folks. Leuk dat we genomineerd zijn. We gaan niet heel veel mee doen. Dus we zaten daar ook zo van, nou weet je, ik ben benieuwd wie het gaat winnen. Het zal wel een hele gekke grap zijn als wij dat zijn. Dus uh, halverwege de vierde ronde tapas ongeveer uh, pakte iemand Twitter erbij. En toen bleek dat we gewoon een dut... Uh, Podcast Award hebben gewonnen in de categorie tech. Ja, dit kan je terugkijken, want Frederik had dus een foto gemaakt net nadat wij het hadden gehoord. en we zitten er echt met heel verbaasde gezichten van. hoe kan dit? Ja, hoe, wat is hier gebeurd? Wat leuk. Dus dit, dat, dat hadden we echt totaal niet verwacht. en dat is niet nee. zoals mensen die een Oscar winnen zeggen van. oh my god, ik had het niet verwacht. Dat hadden we gewoon. Nee. Echt niet verwacht. Um, dus jullie, de, jullie waren echt zeg maar, met dat vreselijke Engelse woord flabbergasted? Wij waren enorm flabbergasted. Ik heb zelfs dat letterlijk woord gebruikt. Ik zei: we zijn allemaal een beetje geflabbergast. We zijn enorm geflabbergast. Maar dit kan dus maar één ding betekenen. En dat is dat de mensen die naar luisteren, jullie dus op dit moment, dus massaal hebben gestemd. Dus ja. een heel welgemeend uh, en verbaasd, dankjewel. Het, 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 het voelt heel leuk. Het voelt heel fijn. Ja. En ik denk ook vooral omdat we er niet op gerekend hadden en omdat we niet hadden opgeroepen om te stemmen. Als je dan die award krijgt, is dat echt extra leuk. Precies, als we een grote bannercampagne op de frontpage hadden gezet en allemaal puntplant en mensen oproepen, dan, dan verwacht je het bijna. Dat moet wel lukken, anders dan hebben we iets verkeerd gedaan. Maar het komt zo helemaal uit het niets. En dat, uh, nou, dat maakte die avond, dat was al gezellig toen, maar dat maakte het nog veel gezelliger. Ja, dus, ja, er kwam een heel... extra rondje op tafel, dus dat was heel mooi. Ja, er, er kwam inderdaad een extra rondje op tafel daarom. Dat was inderdaad <laughs> mooi. Uh, dus heel hartelijk bedankt als je op ons gestemd hebt. Uh, we gaan ons best uh, doen om uh, dit, uh, nou, dit niveau vast te houden. En we, we zien volgend jaar dan wel. Maar misschien moeten we die avond dan maar niks plannen. <laughs> moeten we dan maar even over nadenken. <laughs> die vrij, denk ik, ja. Inderdaad, dus hartelijk dank voor het stemmen op ons. We zijn, uh, we zijn er heel blij mee. Het is leuk om uh, dat, uh, zo die erkenning terug te krijgen. Um, wij gaan het vandaag hebben over, onder andere... De E3, want die mm -hmm. loopt nu. Misschien denken mensen, hè, waar is Jurian eigenlijk? Die zit ook altijd aan tafel. Die zit in Los Angeles. Samen met Paul en onze videoproducers Mark en Luc. Daar is de E3 aan de gang. De, de, de grootste gamebeurs van het jaar. Or is het? Kunnen we ook een beetje over hebben of het dit jaar zo is? Daar is Joris ook aangeschoven. Onze, eh, nou, de, misschien wel onze derde game redacteur. Uh, maar dan <laughs> meer van de nieuwskant. Zo'n mooie titel. mooie Mooi ja, naam. Ja, ja. De, de derde game redacteur. Maar laten we eerst eventjes, voordat we over games beginnen, naar de highlights gaan. Uh, Joris wil het hebben over dinosaurussen, staat in ons documentje. Ja, haha. je hebt Jurassic Park gekeken. Uh, die heb ik onlangs nog wel een keer in de HDR zitten kijken. <laughs> Hij was van de week op tv vandaag. Ja. <laughs> uh, nee, ja, het is een beetje cryptische omschrijving. ik, uh, ja, wou, ik weet het al uh, even. Ik zit uh, een beetje te lang, langere tijd te zoeken naar. Uh, ik, moet een soort, ik moet een nieuwe camera want ik heb al een paar jaar een Pentax, dat is een redelijk goedkoop, leuk spiegelreflex ding. Kocht ik toen voor uh, sterrenfotografie en landschappen. Gewoon voor een beetje general reisdingen. Nou, dat is, uh, daar was hij echt prima voor. Uh, goede value for money, prima allemaal. Maar als je actie, de dus snellere dingen, sport. En vooral uh, vogels, wat ik steeds leuker en leuker begon te vinden. En vooral birds in flight, hè, dus uh, vliegende vogels. Dan moet je eigenlijk toch niet echt bij Pentax zijn. Want dan is de autofocus niet denderend en nou ja, et cetera. Dus ik moet iets nieuws. Maar wat? En dat is een leuke zoektocht geweest. En alles heeft voor- en nadelen. En het is nooit goedkoop natuurlijk. Uh, en ik heb onlangs de knoop doorgehakt. En ik ben gegaan voor de... En het is? Du -du 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 -du. Nikon D500. Oké. Okay. Die de echte vogel, vogelspotters, vogelshooters al sinds jaar en dag gebruiken. Dus wat oh, is dat betreft Dat ik... Binnen de vogelspotwereld uh, is dat... Uh... Ja, dat is een soort van de crème de la crème. En met name, puur, met name omdat het echt de autofocus king is... Maar uh, ik zit even te denken, we zijn nu al aanbeland bij de Nikon D850. Volgens mij. Klopt, maar dat is full frame, hè? De, de, de D500, zeg maar, de, de, de flagship van de aps c camera. Uh, Oké, okay, maar je noemt, het, je noemt het een dinosaurus. Nou ja, in zoverre een dinosaurus, het is natuurlijk een DSLR. Het is een spiegel, er zit nog gewoon een spiegel mm -hmm. op en ja, ja. alle voor- en nadelen daarvan. Ik dacht, jij uh, hebt gewoon echt een, een, een model van een paar jaar oud gekocht of zo. Nee, ja, goed, het is een jo jonge dino, laat ik het zo zeggen. <laughs> het is, want ik heb natuurlijk serieus het overwegen van. Uh, Systeemcamera, weg met de spiegel en kom erop met de elektronische viewfinder. Uh, maar de kandidaten daarvoor, als de XT3, uh, had ook weer problemen, want dan is het lenzenaanbod weer een beetje mm, iets wat te ja, maken heeft. Bij, bij Nikon en Kennenverlet mij, dan zit je natuurlijk. Ja, en uiteindelijk hebben die lenzen voor mij toch wel de doorslag gegeven. Ook ik zal nog even aan de Panasonic G9 te denken, want dan heb je natuurlijk met die crop factor op zich ook wel een heel leuk, licht en redelijk compact uh, ja, systeem. zo, maar dan is het je ook met lenzen wel redelijk, maar dan heeft het ook weer zo zijn nadelen met uh, als je de, straks in, uh, in het donker, wat wat omstandigheden, dan heb je met die met die First sensor net weer een nadeeltje, dus nou ja alles overwegende kwam ik toch bij je. Ben je anno 2019 gewoon voor een Dazeler? Ja, ja, gewoon van oude ouderwetse met een spiegel. <laughs> ja, maar dat is en wat voor lens, lens heb je dan de... nodig voor ja, vogelspotten? Precies. Nou, het liefst, kijk, dat hangt heel erg van, 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 van je voorkeur natuurlijk en wat je echt, echt hè, waar, je, waar je vooral bericht en waar je vooral gaat schieten. Maar uh, ik merkte heel erg met mijn Pentax, waar, waar ik zo'n zoemetje had van uh, 55 mm tot 300, uh, dat ik echt reach tekort kwam. Dus ik wou eigenlijk zo ver mogelijk gewoon dicht, zo, zo dichterbij mogen komen. En ik heb nu een, uh, een lens van Tamron uh, geprobeerd, dat is een 100 tot 400, maar door die crop factor van de D500 kom je uiteindelijk effectief op 600 mm uit. Zo, dat is niet niks. En dan kom je, denk van: ah, Oké, okay, dit, dit begint erop te lijken, maar zelfs dan. Denk ik, soms nog, dacht ik. Ik ben gisteren nog even gaan schieten in de in de groene jonker. Je bent vogels gaan schieten. Ja. <laughs> ja geheel No, no ge bird were harmed ge In ja, the making ja. of this podcast. <laughs> ja. Ja. Uh, en nou, dat was snel uh, mis, want het was, het ging regen en het licht was echt dramatisch. Dus dat, uh, nou ja, dat was geen uh, goede eerste testcase. Maar uh, dan zie je al dat dat zelfs dat ook al is, het al best wel wat reached, is toch nog een beetje hmm, kan beter. Ja, je Jij wil echt zo'n Telen toeter hebben we meestal bij de zijlijn staan bij voetbalwedstrijden ja, de Olympische Spelen. Ik wil dat ook niet gaan overdrijven, want het wordt ook allemaal heel erg duur op een gegeven moment. Het ziet er echt uit alsof je aan het schieten bent. Ja, ja, ja. Ja, bedoel je hebt ook mensen met monopots en die lopen dan met zo'n toeter van een bezoeker, zeg maar, over hun, over hun rug ja. heen. En uh, ja, dat, 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 dat ga je dan een beetje krijgen. Ja, dat is ja. Uh, maar ja, dat hoe je ervoor over hebben natuurlijk. Maar dit, dit is een, een tijdelijke hobby, denk je, of, of is dit nu wel echt jouw? Uh... Nee, het is geen tijdelijke hobby, denk ik. Ja, het, het kan zomaar weer veranderen. Je bent bedoel, nu ik... gewoon vogelspotter. Uh, nou, spotten niet, want dan ga je met een verrekijker en een uh, grote snor en dan, dan ben je misschien ergens <laughs> Dat is verplicht. Die snor is ook noodzakelijk. <laughs> als je in zo'n zo hutje wil zitten, dan bij de deur je ik zie dat, en, ik en zie dat je, dat of, je ja, snor eerst. En, en een mooi hoedje en dan uh, ja, en, en van die grote wandelschoenen. Dan, uh. Nou, de gezichtsbaring is er al. Dus ja, ja, uh. ja, ik ben vergeten te scheren. Ja. <laughs> <laughs> maar nou, spotten in die zin nog niet per se, maar ja, dat is... Het, beetje, het komt een beetje op hetzelfde neer in zekere zin. Dat je natuurlijk je moet ze spotten om te kunnen fotograferen. Dus ja, ja dat. Uh, maar ja, God, ik bedoel, drie jaar geleden wist ik ook niet dat dat, dat dit dat kwam Een beetje door mijn pa, die is met pensioenen die is daar helemaal in, intoed de vogels. En uh, dat, dat, daar, daar raakte ik een beetje door geïnspireerd. Dus uh, ja, dat. Uh... Nou, maar, gefeliciteerd met jou. Ja. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om heel erg lang over, een, uh, vooral met camera's. Ik ben nu ook helemaal uh, aps full frame. Het leuke is uiteindelijk. Ik ga er geen mooie foto's door maken, maar dat is meer gewoon de tweaker in mij die de beste gear wil hebben en dan echt de beste keus maken. Maar die, en dan zit je elke keer de twijfelen en ik heb hele Excel sheets met voor- en nadelen. En maar is het ook zo dat deze lens in de tweedehandsmarkt of zelfs nieuw goedkoper worden omdat die nieuwe camera's er zijn? Dat per se denk ik nog niet echt, maar... Maar het lensaanbod is echt tien ja, keer ja, beter. Het lensaanbod ja, is echt die het... die mount natuurlijk al heel lang ja. staat. Voor mij de Nikon mount was sinds 1940. 50 of 1960 ja, ja. of zo. wat dat betreft zijn Canon en Nikon nog steeds zeg maar de king ook onder gewoon als je als je een voetbalwedstrijd of een andere tenniswedstrijd of whatever, dan zie je ook nog alle fotografen eigenlijk vrijwel stevig was allemaal met gewoon met ouderwetse Canon en Nikons, want ja, die je hebt gewoon de grote toeters van, de, van lenzen. Dat, daar hebben ze gewoon het beste aanbod. En ook nog de beste service als er iets misgaat en zo. Je ziet ook dat een bedrijf als Sony nu, omdat ze professioneel ergens willen komen. Dat ze die frame camera's maken. En dat ze dus nu heel erg aan het inzetten zijn op meer zoomlenzen Of in ieder geval meer telelensen. Ja. Voor mij wordt er deze week naar verwachting uh, in ieder geval um, een zoom aangekondigd. Maar ze werken ook aan een 600 millimeter. Nou, wat, wat je ja. Wil zeggen, dan... Kassa. Ja, dat zijn echt hele dure professionele dingen van soms al meer dan 10.000 euro. Ik ben wow. dat die uh, Sony, de huidige die het verste komt, de 100 tot 400 mm, die kost al. 3.500 geloof ik. Wow. En dus... volgens mij, maar als je meer richting 600 gaat en dat soort dingen, dan zit je om richting 10 soms. Wel. Oh, yeah. ja, maar je... dat is gewoon professionele apparatuur. Ja. Dat heb je gewoon ja. nodig om je werk te kunnen uitvoeren. Je kan het zo bond maken als je zelf wil. Ik bedoel, Nikon heeft ook een 600 mm F5, weet ik, of, of een, nou, 500 mm F4 dag. Nou, die zijn echt echt 10.000 of 12.000 euro of zo. Dus, uh... Maar ja, als jij uh, heel veel foto's maakt bij sport en daar verdien je geld mee, dan is dat gewoon een investering die ja. je uh... ja, in ja, ah, je, je, je vrije tijd in een bos gaat staan en je gaat vogelspotten. Ja, dat is toch wel een iets andere klasse. Het is een beetje, heb je een, heb je een nieuwe Mac Pro nodig versus bouw zelf gewoon een systeemtje met 8 cores, zeg maar. Dan heb je ook al <laughs> veel threads, maar niet uh, ja. professioneel veel. Uh, Arnoud, browsers. Browsers, nou niet echt. Oh. Ik, ik vind het een beetje, wacht, laat ik beginnen bij het begin. Mozilla gaat Firefox Premium uitbrengen dit najaar. En dat is een abonnementsdienst voor in de browser. Alleen het heeft verder niks. Daarom vind ik het, het is een beetje een misleidende naam, want ze hadden het beter Mozilla Premium kunnen noemen of iets in die trant. Uh, want wat het is, zijn extra functies bovenop de browser waarvoor je kan betalen. Zoals. En, uh, zoals uh, internetopslag, dus cloudopslag. Ik stel me dan een soort Dropbox voor of Google Drive, of, maar dan binnen je browser geïntegreerd. En uh, VPN. Uh, Twee je... dingen die ik al heb twee dingen die jij mogelijk al hebt. Ja. Ik denk die, ik denk dat veel mensen wel iets van opslag hebben, of dat een Google denk ik Drive, ook. of ze hebben, we Apple hebben ze opslag, of ze hebben een nou, Dropbox. Ja, ja, ik denk dat bijna iedereen inmiddels wel een soort van webopslag heeft. VPN is nog net ietsjes minder, en uh, we hebben al gezien bij Opera die had op een gegeven moment VPN geïntegreerd in de browser, en ik merkte wel dat ik het daardoor... Heel makkelijk ging aanzetten. Zo van. Oh, ik wil even kijken hoe die pagina eruit Al is het alleen maar. Als het niet om de privacy en beveiliging optie. dat je dan wel denkt. Oh, wat was ook alweer de prijs van die Pixel in Amerika? Ik pleur even de VPN in de browser aan. en dan ga ik even naar de Google Store. en kijken wat die Pixel in dollars kost. Zeg maar dat gebruikte ik gewoon heel vaak. in dagelijks werk. omdat het in de browser zat. Um, en ik denk dat dit net zoiets is. Maar dan. als het goed is. Zijn nog allemaal, het is allemaal nog een beetje vaag, maar komt er een soort van gratis versie? En een betaalde versie met dus waarschijnlijk meer webopslag en een VPN met meer bandbreedte of dat soort dingen. Um, maar ik ben, daar, ik ben daar wel super benieuwd naar en eerlijk gezegd ook wel geïnteresseerd in, want ik ben Firefox-gebruiker en dat doe ik met heel veel plezier. Ik vertrouw Mozilla ook. Um, dus wat dat betreft, als dat in de browser geïntegreerd kan zitten en dat werkt mooi, nou dan heb ik hier eigenlijk wel oren naar. En dit kost? Ik heb geen idee. Dat is nog niet bekend. Nee, nee, dat soort details zijn er allemaal nog niet. Het komt in oktober uit. En wat ik ook interessant vind is dat Mozilla op deze manier. Ze hebben het geprobeerd met advertenties. Maar dat voelt toch een beetje. Het voelt, past niet echt bij zo'n open source project of zo. Want je kan het niet echt. Targeten, want dat gaat dan weer tegen hun filosofie in. Dus het moet allemaal wat algemener, dan verdienen ze weer minder geld. En dit is nou echt zoiets waarvan ik denk: nou, je biedt extra functies voor wie dat wil en die gaat er dan voor betalen. Dat is een soort van verdienmodel waarvan ik vind dat het heel goed bij Mozilla past. Ja, dat, dat ben ik met je eens. Ik vraag me wel af bij die VPN, die zit dus ingebakken in de browser waarschijnlijk. Dat neem ik aan. Dus dan zou alleen je browser gebruik maken van de VPN. Je kan niet systeemwide. Ik gebruik een VPN, dus heb ik gewoon een applicatie op mijn desktop staan. En als die opstart, dan gaat al mijn verkeer via een VPN. Dat zou daar dan waarschijnlijk niet het geval zijn. Dat denk ik, weet ik ook niet zeker. En zelfs dan nog, heel veel van mijn internetverkeer gaat best wel via de browser. Um, dus wat dat betreft zou ik dat niet eens heel, heel erg vinden. Nee, ik, denk, ik zit me nu hardop, of hardop. Ik zit in mijn hoofd zachtjes na te denken <laughs> over wat. Maar, uh, maar als je nou stiekem torrents aan het downloaden bent, Arnaat, dan... Uh... Dat, dat doet Arnold niet. Dat doe ik niet. Maar oh, dat doet Arnold niet. Arnoud. En zelfs Absoluut. als je dingen als uh, ik ben in het buitenland en ik wil uh, de Nederlandse uh, uh, aanbod van, van een streamingdienst uh, waar je dus nou, wel dan een recht op hebt en voor betaald, die wil ik raadplegen, dan doe je dat ook vaak vanuit je browser, denk ik. Ja. ja. Nee, de vraag is eigenlijk, waar heb je een VPN buiten je browser voor nodig? Tenzij je een mail client hebt en dat soort dingen. En inderdaad, als je als je... Torrent-verkeer zou willen afschermen of anderszins, waarvan je niet wil dat anderen het zien dat je dat, uh, dat je dat buiten de browser om doet. Uh, ja, dat zou allemaal kunnen. Ja. Voor ik... als je voor als je in een land zit waar Linux ISO's uh, niet toegestaan zijn. Maar ja, dat soort dingen. Ja. <laughs> nee, dat, dat, dat is het enige wat wij torrenten. Uh, ik ben ook wel benieuwd. En dan ook die opslag. Ja, dus dan heb je naast OneDrive en naast Google Drive en naast Dropbox en naast Box en naast al die andere diensten komt er nu Firebox. Ja. Nou, Mozilla is sowieso wel aan het uitbreiden geweest, de afgelopen jaren. ze hebben ook een soort van wie transfer alternatief. Cent werkt ook heel fijn, um, dus je ziet wel dat ze op meerdere vlakken zijn. Ze zijn ze wat dingen aan het doen en aan het proberen om te kijken of ze toch net iets meer kunnen zijn dan een bedrijf wat browsers maakt. Want een mobiele OS is natuurlijk nou ja in, in schoonheid gestorven. Het idee leeft voort met KOS en dat zit er ook wel een beetje aan vast. En dat is inderdaad het derde besturingssysteem voor telefoons geworden. Staat onder meer op die bananentelefoon van Nokia. Um, maar voor de rest niet. En nou, ik denk dat dit wel een, goede, een stap in de goede richting kan zijn. Ben jij een euh, Firefox gebruiker, jongens? Mm, nog niet. Ik was het vroeger wel. Toen ben ik naar Chrome overgestapt. Maar ik heb wel zoiets van, hmm, ik moet toch weer binnenkort het weer eens gaan proberen. Want Arno, denk je dat dit een manier is om uit de, de huidige... Gebruikersgroep van Firefox daar geld uit te halen. Ja. Oké. Okay. Uh, <laughs> maar misschien zou het ook kunnen zijn: is dit iets waarmee ze ook die gebruikersgroep groter willen maken? Zou dit mensen echt aanspreken om over te stappen? Want we gaan natuurlijk wel richting een soort hegemonie van Chromium-based browsers. Ja. Uh, Chrome, of je nou iets als Brave doet of iets van uh, Edge, het is allemaal Chromium-based. Uh, het is denk ik heel goed voor het internet en voor competitie en ook voor de ontwikkeling van de technische standaarden dat er andere render-engines blijven. Denk je dat mensen denken, oh hey, wacht, nu kan ik een VPN en opslag bij Firefox krijgen, nu ga ik van Chrome weg? Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel uh, zeg maar, een van de onderdelen waarop Mozilla probeert om Firefox-gebruikers ook vast te houden, denk ik. En dat is ook heel belangrijk, dat mensen dus niet ja. teruggaan of overgaan naar een Chromium-based browser vanuit Mozilla gezien. Oké, okay, later dit jaar. Later dit jaar, oktober, als het goed is. Ik uh, denk dat er wel een achtergrondje in zit of een reviewtje. Ik denk het ook. Interessant. Uh, ik wil nog even gewoon een tip geven, iets pluggen. Ik heb me jou vorige week al getipt, Arnoud. Ja. En jij zei net voor de uitzending dat je heel blij was met die tip. Oh, dat was echt awesome. Dus ik hoop dat ik andere mensen hier ook blij mee ga maken. Um, voor alle Ziggo-kijkers, uh dat zijn er heel veel in Nederland, die dus bij HBO kunnen. De serie Chernobyl. Ja. Ik denk dat ik in jaren... Uh, Joris knikt ook, heb je hem ook gezien? Nee, maar ik, hij staat echt hoog op mijn verlanglijstje. Ik okay. heb erover uh, <laughs> gelezen, <laughs> ik, dus ik... Ik ga sowieso niet veel te veel spoilen. Wat ik wel spoil is, hij ontploft. Uh, helaas. Maar dat wisten de meeste mensen al. Maar dat is niet echt waar die serie om draait. Mm -hmm. En dat vind ik heel leuk. Ik moet zeggen: Dit is denk ik een van de beste series die ik het laatste paar jaar gezien heb. Het is niet echt een. Het is een oude miniseries. Dus het is vijf afleveringen met een begin, een midden en een eind. En ook al is het super populair, er komt geen seizoen twee. Want het verhaal is af. Dat vind ik een heel fijn vertrekpunt eigenlijk. In, in tegenstelling tot een serie, hoe het vaak nu gaat, waarbij ze denken: Goh, we maken seizoen één. En het, het wordt heel goed ontvangen. En we verdienen heel veel geld. Dus nu gaan we twee maken en drie, dan gaan ze hem al rekken. Ja, of we raffelen het enorm af. <coughs> Game of Thrones. Dat zou ook <laughs> nog eens kunnen. Omdat we graag voor Disney dingen willen maken. Um, dus het, 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 ik vind de... de ja, ik weet niet of je goed Nederlands wordt De pacing. Gewoon het tempo van hoe alles opgebouwd wordt. Je merkt gewoon dat bij aflevering 1 wisten ze ook hoe aflevering 5 eruit ging zien en hoe die ging eindigen. Um, en het is een serie waar ik eigenlijk niks mis mee kan vinden. Jij hebt me ook gekeken. Ik weet ja, of jij dat uh, herkent. Dat, dat vond ik ook. En waar ik vooral, uh, en ook ik ga niks spoilen, maar wat ik heel fijn vond aan die serie. Is dat ik weet best wel wat van. Ik ben niet echt expert, maar ik weet best wel wat van geschiedenis, ook van de Sovjet-Unie. En voor zover ik kon zien, alles klopte. En ik heb het daarna ook online opgezocht. Er is iemand die heeft uitgebreid erover getwitterd ook. Um, die heeft uh, reviews geplaatst van elke aflevering als ze online kwamen, heeft daarin details vergeleken met hoe ze in het echt waren. Um, en daarbij bleek ook gewoon dat alles klopte, zoals de nummerborden op de auto's. Um, dat zijn niet alleen echte... De, de, de goede auto's. Het zijn ook de goede Sovjet-nummerborden. En niet alleen dat. Het zijn Sovjet-nummerborden uit de goede regio. Want wow. die hadden dus lettercodes. Uh, en uh, die lettercode dat was inderdaad de regio waarin Tsjernobyl viel. Dat is wel de uh, production value. Dat ja. is inderdaad productie. En zo zijn er veel meer dingen. Zoals de, die, die, dat wat, diegene die erover twitterde. Die, die vertelde ook dat hij was opgegroeid in de Sovjet-Unie. Die dacht: haha, daar zit een fout. Die kinderen gaan op zaterdag naar school. Dat, uh, dat zat in een scène. En toen bleek dus. Uh, dat dat toen gewoon nog zo was. Toen hadden ze een zesdaagse schoolweken. Dus zelfs dat soort details, um, die, kloppen, die kloppen allemaal of vrijwel allemaal. En dat vond ik ook, ik had het tijdens het kijken ook echt door. En dat maakt zo'n zo historische serie kijken echt super fijn. Op het moment dat je weet van hier is echt aandacht aan besteed, hier, is, hier zit echt liefde in. En dit is, gewoon, dit is gewoon juist en correct, daar kan ik op vertrouwen. Ja, dan gaat dat verhaal ook voor mij veel meer leven of zo. Dan... Ik... Je vergeet soms bijna dat het een serie is. Ja. Je denkt het is zo echt. En ik heb veel artikelen gelezen van mensen die in de Sovjet-Unie gewoond hebben. Die ook dus commentaar hebben gegeven op. Klopt het? De, de, de sfeer maar zeggen alles. Het, het uiterlijk van de mensen. Hoe ze zich kleden. Hoe ze zich gedragen. Bepaalde acties en bepaalde keuzes die karakters nemen. Die heel erg vanuit die, ja, die cultuur komen. Hoe de huizen eruit zien. Gewoon hele patroontjes op tafelkleed. Ja iedereen had zo'n tafelkleedje weet je. Dat het echt helemaal klopt. Dat je bijna denkt. Goh, dit is gewoon feitelijk. Dat is het niet 100%. Er zitten ook echt wel dingen in die anders zijn. Voor nou, omdat ze een verhaal willen vertellen. Dus bepaalde karakters die niet echt bestaan hebben, versus mensen die wel bestaan hebben, er zijn echt wel keuzes gemaakt. En dan kom ik op een tweede leuke punt, want dat weten wij, of dat weet ik in ieder geval, want ze hebben daar een, een, een companion podcast bij gemaakt. Ja. En ik ben altijd iemand die als ik een serie of film heb gekeken, dan ga ik altijd naar IMDB. En dan ga ik naar de trivia. En dan wil ik altijd weten hoe het dan allemaal gemaakt is en wat er een beetje gek is. En dan ik ken ook mensen die zeggen, nee, dan hou je de magie weg, dat vind ik helemaal niet. Ik wil juist weten wat er allemaal nog meer over te ontdekken is. En dat die, die, die honger daarna, die werd heel erg gevoed bij mij. Door die podcast. Het is een podcast met twee mensen. Het is de schrijver, de bedenker van de serie en de producer. Dat, dat is hij allemaal zelf. Uh, uh, fun fact, ook trouwens de persoon die de uh, Hangover 2 en 3 geschreven heeft. <laughs> Als je het over een breed oeuvre hebt, dan nou. heb je het wel over deze meneer. Uh, die in gesprek is met een andere scriptwriter. En ze gaan elke keer de, de afleveringen. Dus heb je hebt dus vijf afleveringen, vijf podcast-episodes. En ze gaan dus gewoon de aflevering nabespreken. En ook zeggen hoe ze dus hoe het tot stand is gekomen. Dit soort dingen over authenticiteit. Waar ze tegenaan zijn gelopen. Waar een bepaalde keuzes zijn gemaakt. Ja, en dat maakte mij, voor mij die hele ervaring nog leuker. Ja, nu moet ik wel zeggen. Um, als je die podcast wil luisteren, je zou kunnen zeggen: Ik kijk aflevering 1 en ik luister aflevering 1 van de podcast. Ze hebben ook dezelfde titel of titels die ernaar verwijzen. Um, dat kun je doen. Maar in de podcast verwijzen ze ook naar dingen die verderop in de serie gebeuren. Ze teasen een om. beetje af en toe. Ze teasen een beetje En als je dat dus niet wil. En ik had dat niet gewild. Ik heb dat ook niet gedaan. Dan kan je beter eerst de hele serie kijken. En dan pas aan de podcast beginnen. Dan is die nog steeds even leuk hoor. Ja, je kan de, prima. Je hoeft het niet per aflevering niks, te luisteren. Inderdaad, dat, dat vond ik ja. ook niet nodig. Dus uh, Joris, als jij nog wil gaan uh, kijken. Wij allebei, Arnoud en ik. Ik Absoluut, jou ja. hartelijk aan om ook de, de, de podcast erbij te luisteren. Het geeft je net even die extra ja die extra laag aan uh, hoe dat tot stand gekomen is, waardoor je nou, denkt nog meer, ja ik voel een soort respect voor deze serie. Ik hou ook erg van dat soort, ja zeg maar post-apocalyptische settings, hè? Want van de, de wereld vergaat, er gaat iets heel erg mis en 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 dan moeten mensen maar zien te redden of zo. Dat ja, en het draait, is... en het draait dus vooral om mensen. En dat vind ik het, het, het legt ook natuurlijk helemaal uit hoe dat gegaan is met um, die reactor. En ik heb ook echt veel van geleerd, want ik wist altijd wel dat dat ding die is ontploft. En er is nu straling. En ik wist dat ze zo'n groot dak aan het bouwen waren wat nu overheen zit. Maar precies die chain of events, hoe dat heeft kunnen gebeuren. Um, dat wist ik allemaal niet hoe het daar precies mee zat. En dus ze leggen dat op een manier uit door de serie heen. Die ook als je het gewoon. Als je klaar bent, is het, ook, het is compleet helder. Ze hebben het ook slecht op. Ze nemen je mee op een bepaalde manier. In het begin is het niet helemaal maar aan het eind van die serie. En weet je ook, ja, van ik weet nu precies hoe dit gelopen is. Het is een soort. Bijna als een, een soort courtroom drama. op het eind dan nog even door de advocaat wordt uitgelegd. hoe het dan richting de jury allemaal echt gebeurd is dan. Dat opeens alle feiten op tafel liggen. dat doen ze inderdaad in de laatste aflevering echt heel sterk. knap geschreven, ja. Ja, dus en vooral van de man die de hangover 2 heeft gemaakt. Dat, het toch niet, <laughs> uh, ja, dat klinkt al als, als een hele verbetering dan. Ja, precies. Uh, dus uh, tip van ons, uh, uh, gaat ga dat zien. Ja. Uh, meer van dit graag. Ik hou van miniseries. Nou ja, ze zouden niet een seizoen 2 kunnen maken. Ze zouden natuurlijk wel een game van kunnen maken waarin je in de control room van die reactor staat. En dan uh, met zo'n crisis te maken krijgt. Dat zou een idee zijn, toch? Ja, maar voor we overgaan naar het onderwerp game, zal ik eerst <laughs> nog wat anders noemen. Dus Ik voor zo'n mooie brug. Dank voor de Hele opzet, last. maar ik schiet hem gewoon over. En niet uh, in, in het goal. Um, ik wil nog heel veel hebben over 22 juni. Ja. Want 22 juni, dan uh, is het een zaterdag. Uh, er komen die week uh, twee afleveringen van het Ziekerspodcast online. We gaan de regulieren. En wij zijn namelijk bij het Tech Podcast Festival die zaterdag. En dan gaan we daar een live opname doen. Daar kunnen mensen uh, bij zijn. Uh, het zit, is in de Bali in Amsterdam. Dus ja. als je meer wil weten, check even debali.nl. Daar zie je ons bij het programma. Uh, lijkt ons heel leuk om. Een soort directe feedback. Ik bedoel, jullie vinden het best wel leuk, blijkbaar, want we hebben een prijs gewonnen. Um, maar het is nog leuker om met mensen in de zaal te zitten uh, en, en ook achteraf een beetje te kunnen nababbelen. Dus als je nou luisteraar bent en je denkt, God het lijkt me ook leuk, is leuk om met Arnoud of Jurian of mij um, erover na te praten, wat feedback te geven. Dat, uh, dat kan, dus kom dan zeker 22 juni naar de Bali. Um, wat we daar ook willen doen, we kregen, laat, uh, we kregen af en toe wel eens mailtjes van jullie, niet heel veel. Um, en we kregen een mailtje van luisteraar uh, Joost. En die zei: uh, Die had wat tips en wat feedback. En die zou Kun je wat meer interactie aanbrengen? Ik denk, Joost, ik vind dat een geweldig idee. Dus het idee is om dat bij die uitzending te doen. Uh, niet zozeer om dan ter plekke vragen te beantwoorden, maar wat ons leuk lijkt, uh, is als jullie voorafgaan dus tussen nu en de 22e uh, jullie vragen op ons afvuren. dat mag over alles gaan uh, over onze favoriete hobby's de mensen hier aan tafel, hoe we deze podcast produceren, tech onderwerpen, mag je helemaal zelf weten en we willen eigenlijk een lijstje maken van die vragen en die dan als klein sub onderdeeltje van de podcast uh, op de 22e die, die behandelen uh, dus uh, nou, we zeggen het elke keer aan het eind, je weet hoe je vraag bij ons kan achterlaten. Dat mag op duizend verschillende manieren. We hebben natuurlijk altijd de punt. Geek: kun je het in de reactie zetten. Je mag een sturen naar podcast.tweakers.net. Jolh, al ga je mij, Jur of, uh, of Arnold op Twitter stalken, vinden we ook wel prima. Het ja, lijkt maar. ons leuk om gewoon eens wat interactiviteit op te zoeken. Dus als je dit nou hoort en je denkt: God, nou, het is toch iets wat ik wel eens had willen weten. Of vraag waarom doe je het zo? Of wat vinden jullie hiervan? Uh, zorg ervoor dat het bij ons terechtkomt. Wij maken een leuke selectie. en dan de 22e in die uitzending dan. Uh, dan gaan we die beantwoorden. En als je nou een vraag hebt ingestuurd, kun je ook nog eens langskomen. En dan hoor je misschien wel je eigen vraag live beantwoord worden. Oeh, nou, de mensen staan te dringen, denk ik, hoor. Dat, uh, wat wil je nog meer? Dus als je er meer over wil weten, check even de Bali.nl Of luister even helemaal de podcast af. En helemaal naar het eindtune hoor je ook nog een klein verhaaltje. Hebben we hebben een jingletje achter gemonteerd. Dus. Maar stel nou dat je een game over Chernobyl wil <laughs> spelen. Dan zou zo'n game aangekondigd zijn. Misschien wel op Gamebeurs E3. Dat is niet zo. Um, er zijn sowieso niet heel veel nieuwe Games ja, ik had, dat eigenlijk, ik had dat eigenlijk als een beetje is, achteraf. Maar ja. Laten we daar misschien maar even mee beginnen. Nou ja, dat ja. Prima, ja, ja, dat is eigenlijk toch een beetje de rode draad misschien wel van de ja. uh, E3. Ja. Want ik heb, uh, de, jij hebt de persconferenties uh, zeer uh, goed gevolgd. Ja, um, grotendeels, ja. Ja, en, en, en ik uh, deels. Um, er zijn nou niet echt games gepresenteerd waarvan ik dacht: wow, dit moet ik gaan spelen, dit is nieuw, dit is heel nee. verrassend. Ik nee, heb nee, heel straatvoetballen stroom... in FIFA, Wout. Ja. Ja. D dat is een beetje de samenvatting van als je daar, als dat het eerste is waar je naartoe gaat. Um, maar ik heb heel veel release dates gezien. Ik heb heel veel games die al aangekondigd waren. waar ze iets meer van hebben laten zien. Ja, vooral dat ook, ja. ja. Um, maar niet heel veel nieuwe dingen, hè? Nee, nee. Het was ook wel een beetje te verwachten, denk ik. Want hè, daar gaan we het ook nog over hebben, natuurlijk. straks volgend jaar de PS5, de PlayStation 5 en de nieuwe Xbox. En die E3 zal waarschijnlijk, natuurlijk, veel meer ja, vol zitten. met nieuwe games die speciaal voor die nieuwe hè, consoles uitkomen. Um, het is een beetje een tussenjaar. Het is een beetje een tussenjaar. De afronding ik. Ja. van een periode Kijk, eigenlijk, van ja, een era. Dat denk ik wel. En dat komt ook nog bij Sony, was het niet aanwezig. Dus dat is ook alweer een slok op een borrel. Nou, dat, dat mis je al. Uh, en ja, je wist al wel van tevoren van ja, goed, er zijn ook niet. Misschien echt. echt een aantal games die, die al bestaan, daar wordt dan nieuwe content voor aangeven. Een nieuwe DLC en zo. Ja, dat is ook niet super spannend vaak. Dus... Het is Leuk dat er komt hoor, maar het is niet waarvoor je. Uit je stoel springt en nee, denkt: kijk, Het is altijd wel leuk of zo. Dit Zeker dit... als je stuk in games geïnteresseerd bent. Maar het was niet, nou, je zegt van de meest. Althans, voor zijn werk dat vanaf de zijlijn kan uh, beoordelen. Om niet de meest spannende. Ik heb leukere meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Ja, ik moet wel zeggen: ik zag Keanu Reeves voorbij komen. Ha. Ja, dat, dat vind ik wel leuk. Want uh, ik, ik mag hem wel. Als uh, met, met, zijn, met zijn John Wick uh, toestanden en zo. Ja, maar... en er zijn de meest geweldige memes over hem. Ik bedoel, ja. Als je... ja, ja. <laughs> dus de, die vent is wel een soort internet uh, cultheld. Maar um, dat vond ik nog wel grappig. Want hij zit blijkbaar in Cyberpunk 2077. Ja, ja, kennelijk. De ja. nieuwe game van de makers van The Witcher. Ja, dat is wel een uh, interessante game. Maar ook daar hebben we natuurlijk eerder al dingen over gezien en gehoord. Op de vorige E3 zelfs. Precies. Precies ja. Maar de, wat ik wel grappig vind is, uh, en misschien is dit puur N is twee en niet meer, misschien wordt het een trend, dat je nu hele grote uh, Hollywood namen ja. in games gaat zien. Want we hebben natuurlijk um, die game van de maker van ja, die Metal Gear Solid wil ik zeggen. J jij ja, ik, ik zag tenminste, ik zag bij de huidige G3 ook, maar ik ben die naam vergeten van die acteur. Die doet hij die ook in The Walking Dead zat. En ja, die uh, the altijd heel erg, en, Precies, die ja. die uh, Norman Reedus heet die. Ja. Die zit, in, uh, oh, nee, zit nee, in. Nee, nee. Niet Norman Reedus. Voor mij. Dat, dat is die duty die ook in de Walking die nog steeds in The Walking Dead en zit. En ook in een game zit? En ook in een game zit inderdaad. Dat is ook, dat is ook een goede. Maar ik, ik bedoelde nu die, uh, die, dude die the oh, Punisher Shane, 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 Shane speelt juist. in The ja. Walking Dead ja. in ja. The Punisher. Die, die, die was, die was ook alweer bij Ghost Recon geloof ik. Zat die zit ook in een game. En we hadden natuurlijk een, een paar jaar terug bij Call of Duty... hadden Kevin Spacey erin zitten. Ja, ja klopt. Dus dat viel met Keanu Reeves nu weer op. Dat, en dat is ergens natuurlijk niet gek. Want de game-industrie is qua omzet en qua bereik... veel groter dan Hollywood. Echt heel veel groter dan Hollywood. Dus eigenlijk is het is de grootste entertainment-industrie die we kennen. Uh, en je ziet nu dat het... Nou, so op, waar het misschien eerst werd weggezet door mensen in Hollywood... misschien van ja, dat zijn computerspelletjes... zie je dat het nu echt heel serieus genomen wordt. En dat je als acteur... Nou, dat is helemaal niet gek om een rol in een game te spelen. eigenlijk. Het nee, is ongeveer dezelfde ja. ontwikkeling als dat animatiefilms langzaamaan ook grote namen hebben gekregen. Dat, uh, dat op het moment dat je Shrek aan het kijken bent, dat je, dat je ook weet dat je naar bekende acteurs aan het luisteren bent. En dat is in games, denk ik, uh, is dat, is dat, kan dat nog een extra dimensie geven. Want je ziet je... ze ook. Precies. Ja, 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 ja. Ze, zijn echt, ze vertolken die karakters. Ja. En ik vond ja. ook echt, de, de, de graphics ziet er echt heel mooi uit. Dus ik bedoel, uh, dat was natuurlijk misschien wel Cutscene, denk ik, wat we van Keanu Reeves zagen. Dat zou ja, misschien niet precies in de games meer... zijn ja, geweest. Ja. Maar uh, het was hem wel. Het was overduidelijk Keanu. Ja. dus de halfgeblokke Netcast zit nu in games. Uh, je, je ziet het steeds. vaak. ik ben heel benieuwd hoe dat uh, zich ontwikkelt. Dat het heel normaal gaat worden als Hollywood-acteur. Dat je af en toe een film maakt. Dan je uiterlijk leent. En je stem voor een game. En dat het eigenlijk een beetje. Nou, ik bedoel, cutscenes zijn soms zo lang in ja, moderne ik, games. Het zijn ook halve films Ik denk dat dat tien jaar geleden ook nog niet echt een ding was of zo. Want, hè, want ja, toen waren de animaties nog veel minder goed. En dan ga je als acteur toch niet echt lekker eruit komen, denk nou, ik. Hè. Maar David Bowie. In om, Omicron, Omicron, The Nomad oh. Soul. Dat was echt een, een game uit, denk de jaren negentig. Het was ook echt heel blokkie okay, en ja. heel polygoonachtig en helemaal niet mooi. Maar je had een soort van textuur van zijn gezicht zat erop geplakt. Voor mij was dat de eerste keer dat ik kan herinneren dat er een beroemdheid in een game zat. Misschien begon het daar langs. Dus ja. is David Bowie wel relatief makkelijk om na te maken met <laughs> weinig pixels? De, dat, dat is een heel herkenbaar figuur geweest, natuurlijk. Ja, dat is misschien wel waar. Dus uh, dat, dat vond ik, wat de games betreft, wel interessant. Dat Je dat zag um, niet echt next gen titels, nee, daar is het is dus nog nee. echt te vroeg voor, denk ik. ik. Ik had heel stiekem, maar dat was echt ijdele hoop. Maar had ik gehoopt dat ze iets over Bad Company 3 zouden zeggen? Want daar zijn geruchten dat dat stelt nog niet heel, heel weinig voor, maar dat dat misschien een van de launch titles voor de PS5 en de nieuwe Xbox zou kunnen gaan worden. Het uh, is dus eigenlijk de zou ik zeggen, de nieuwe Battlefield, maar nou ja, helaas niks. Dus... Nee, want het, het idee is dat we daar te vroeg voor zijn. Want ja. deze dingen van de PS5 zeiden we al, die komt dan in 2020. Uh, maar Microsoft, want er is wel genoeg over hardware verteld. Die komt met de nieuwe Xbox. Uh, Holiday 2020, hebben ze aangekondigd. Uh, daar hebben ze ook al dingen over verteld. En er zat eigenlijk heel erg veel dubbeling in, met wat we al weten van de PlayStation. Oh. Want wat wisten nou, we hebben de PlayStation uh, dingen al hier ook besproken. Dus we weten Zen 2 CPU, de ja, Navi nee. GPU. Ja. Grote nadruk op een hele snelle SSD voor verminderde laadtijden. En ik zit dat filmpje te kijken van de persconferentie ja, 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 we hebben een Zen 2 based CPU. Ja, ja, Next Generation Navi. Ja, uh, ray tracing. Ja. Oh, trouwens, we hebben zo'n goede SSD. Er ging het echt 40 seconden over een SSD. Ja, laadtijden <laughs> zijn de thing of the past. En ik, denk, dit, dit leek hetzelfde script wat door twee ja. fabrikanten eigenlijk is uitgevoerd. Je, je had bijna Microsoft kunnen doorkruisen en Sony kunnen invullen. En dan was het gewoon een soort van <laughs> ja. Ja, is de PS5, jongens. Ja. Wa wat ik ergens wel wel en niet bijzonder vindt. Want met de huidige generatie consoles is dat eigenlijk ook zo. Als je kijkt naar de hardware van de PS5. Het is redelijk logisch, want het is eigenlijk nu ook al Xbox, allemaal AMD-based. Ik ben wel benieuwd, als we daar meer over gaan leren, waar dan wel de verschillen zitten. Zit dat misschien in core count of snelheden of type geheugen of dat soort dingen. Maar de kant die ze opgaan is heel erg hetzelfde. Wat denk ik alleen maar goed is voor multiplatform games. Maar hoe kan dit, wouter? Want de consoles hebben nu binnen een paar maanden van elkaar de eerste, noem je dat, Unieke punten van hun next-gen console gepresenteerd. En die zijn hetzelfde. Hebben ze dat dan van tevoren afgestemd? Zijn er componenten beschikbaar die ze nu erin kunnen stoppen? Is nou, dat ik denk het? dat we hier vorige keer ook... Dat raakten we toen ook in de discussie. Um, en dat is dat... En toen ging het volgens mij over, over GPU's en uh, Stadia, denk ik. Mm -hmm. uh, kijk, je kan kiezen uit twee partijen als je een CPU wil hebben. Uh, Intel of AMD. Of je kan zelf... PS3-stijl uh, iets helemaal in elkaar sleutelen, maar dat is niet meer te doen. Um, en het idee is: mijn gevoel dat AMD heel erg open staat voor partnerships, dingen aanpassen, custom made werk. Ja, als je nu bij AMD aanklopt, dan zeggen ze: Dit is onze roadmap. We hebben Zen 2, is het beste wat we hebben. En we hebben Next Generation Navi, is het beste wat we hebben op GPU-gebied. Maar waar komt die SSD vandaan? Want daar leggen ze allebei veel nadruk op. Is die nu beschikbaar? Is die nu een prijs gedaald waardoor je hem in een console kon stoppen dat en voor een redelijke prijs kan verkopen? Dat openen? weet ik niet helemaal. Ze zeggen wel dat ze allebei zo'n custom chip bij AMD hebben, maar waar het op gebaseerd is, dat is dus de huidige, het snelste wat ze te bieden hebben. Ja, nou, ik denk een beetje een combinatie van dingen. Want ze komen er ook niet meer mee weg om hem niet in zo'n super super snelle nieuwe console te, te stoppen, want die laadtijden zijn nu toch wel soms een ding. Ja, dat maar kan. vanuit vanuit de communicatie, jouw punt denk ik, dat ze allebei zo erg inzetten op het verminderen van laadtijden, dat is wel interessant. Want je kan ook zeggen: nou, de opslag is sneller en het laat wat sneller. Maar dat ze echt er een soort ja speerpunt van maken, het zou ook kunnen dat Microsoft dat niet per se van plan was uh, en dat ze <laughs> bij de aankondiging van Sony zagen en yeah. denken: als dit ding Holiday ja. 2020 moet uitkomen. Um, dan zal daar aan de hardware... Hebben we hebben nu devkits, maar daar kun je misschien nog kleine dingetjes aan doen... en zeggen we gaan gewoon nog snellere opslag erin zetten. dat Ik ben geen mechanical engineer, maar ik, of in ieder geval een electro-engineer. Ik denk dat je daar nog makkelijker in kan, uh, een beetje kan, kan uh, bijsturen. Um, dus misschien is het ook wel een beetje een reactie... in ieder geval in de communicatie die ze doen. Dat ze denken, oké, okay, laten we daar ook in onze aankondiging... heel veel nadruk op leggen nu Sony dat gedaan heeft. Uh, ja ik denk dat jij bent console gamer joris nou ja min of meer in wording ik ben uh, eigenlijk van huis af meer een pc gamer maar... maar jij hebt hem uh, PS ik heb een X uh, One X oh je hebt een One X ja en nou ja ik ben geen console gamer wat ik hoor van mensen over laadtijden tegenwoordig is het niet uh... het is niet meer zoals vroeger je zet je console aan en je, je kan meteen aan de slag nee dat is waar maar soms als je gewoon bepaalde save games of iets, je moet weer terug naar een checkpoint dan nou ja, je merkt wel van het, uh, het kan wel wat sneller ja, en de, ja, dat, dat, dat zal wel heel fijn zijn als ze daar ook wat. Dus dat gaat blijkbaar gebeuren. Nou, dat is wel leuk. Dat is natuurlijk uh, los van de grafische prestatie die omhoog gaan, wel een, uh, nou, wel een belangrijke verbetering, denk ik. Ja, dus ik ben wel dan benieuwd. Um, dan zal de, 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 Het onderscheid zal veel meer gaan zitten in niet in de hardware. Waar dat vroeger echt zo was, weet je, als je een N64 tegenover een PSX nou. zette. Dat waren twee compleet verschillende dingen. Um, en de Xbox versus de, de, de PlayStation ook nog wel in het begin. Dus dan zal het in, in wat alle randzaken moeten gaan zitten. Dus wel het vorige week even over, over first party studio's dingen. Nou ja, dat, dat, dat is eigenlijk nu ook al zo. Hè? Want je kan natuurlijk zeggen well, ja, de One X is iets krachtiger dan de PS4 Pro. Maar dat ontloopt elkaar ook niet heel erg. Dus, maar ja, heel veel mensen kiezen dan toch eerder voor de PS4 of de PS4 Pro. Want de first party titles, ze hebben gewoon natuurlijk veel meer titels die echt wel uh, wat meer aanspreken dan. Microsoft. Maar goed, Microsoft heeft op dat vlak echt wel een inhaalrace ingezet. Ze hebben geloof ik wel iets van 15 studio's nu echt aan zich gebonden om hè, echt puur games voor hun platformpje te maken. Nou ja, dat kan best wel eens heel leuk gaan worden. Dus uh, dat is wel echt de grote vraag. Gaat Microsoft meer ja. leuke eigen nieuwe content? Het is niet hoe snel je hardware is, het is wat je ermee doet. Ja, <laughs> nee, eigenlijk wel. <laughs> ja. Nou ja, uiteindelijk, ik ben een enorme... Uh, ik ben heel erg... Uh, graphics vind ik heel belangrijk en hardware heel interessant. Maar uiteindelijk... Beïnvloedt op mijn aankoopbeslissing voor als ik een console zou kopen? Ja. Nee, natuurlijk. Het is super interessant hoe de dingen in elkaar zitten. Maar uiteindelijk wil je leuke games spelen. Um, dus ik ben, ik ben wel benieuwd wat ze daarmee doen. Ik had, ik had de hoop dat ze misschien het lieten zien. Dat hebben ze niet gedaan. Hoe die aan de buitenkant eruit ziet. Ik had de, het, het kastje zelf, zeg ja, maar. Ik had de hoop dat ze games gingen laten zien. Uh, dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben, wat je wel vaker ziet, een in-engine trailer laten zien van een nieuwe Halo game, mm. die er trouwens enorm vet uitzag, vond ik. Mm -hmm. Alleen achteraf dacht ik, wacht even, wat heb ik nou bekeken? Want het was in-engine, maar er stond niet real-time. Ik kan ook in-engine yeah. iets heel erg moois maken, maar dat het allemaal offline gerenderd wordt. Um, nul gameplay. Um, dus hoe gaat die game spelen? Dat vind ik altijd wel apart. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Joris, maar dat je als je een, een, een game uitbrengt, dat ze dan een cinematic trailer maken. Ja. Dat was met Cyberpunk ook zo. die een super vette trailer. Maar dat heeft dus niks te maken met hoe die game eruit ziet. Dat is gewoon door ja. een, een CGI-studio gemaakt. Dat is puur om een sfeertje neer te zetten. Dat, dat kan ik waarderen, maar... Ja, ergens nou, wat, dat, dat, wat... dat is helaas wel... Helaas, maar dat is ik net van waar je voorkeuren liggen. Maar dat is, vind ik, helaas vaak wel bij games het geval. Want dan brengen ze eerst een cinematic trailer uit... en dan pas later volgt de gameplay beelden... en wat je eigenlijk wil zien. Want die Cinematic Trailer zegt niks. Het enige nee. wat die Cinematic Trailer laat zien is: dit is ongeveer de wereld die we willen creëren. Ja. En dan tien keer zo mooi is dat jij hem gaat zien. Um... Overigens, is Battlefield 5 dan wel echt een heel goed voorbeeld van hoe dat al best wel mis kan gaan daar al. Want de allereerste trailer die ze uitbrachten was die Cinematic Trailer van Battlefield 5. En daar zag je echt een knotsgekke actie met tanks en neerstortende vliegtuigen. En het, en het was echt uh, bizar. En heel veel mensen waren echt in verwarring. Ze van, huh, dit lijkt wel Call of Duty, huh? wat, 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 wat zien we nou? Waar, waar, waar kijken we nou naar? En dat is eigenlijk die, 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 daar zijn ze eigenlijk nooit meer helemaal een soort van ja, bovenop gekomen. Van die, die verwarring. En, en... Het is toch een eerste indruk die je werkt. Het is toch ja. een eerste indruk die je werkt. En dat is dan niet... ook een soort van belofte die je wel ja. maakt. Hij werd ook mega gedownload geloof ik, die, die trailer Och. op YouTube. Dus het, 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 ja, het is. Uh... Nou ja, en je maakt zeker met zo'n heel next-gen verhaal, hebben mensen verwachtingen over hoe mooi het gaat zijn. Ja. Ja. En dus door te zeggen: dit is in engine, zeg je ergens van. Dit draait op de hardware. Maar Dit is echt real time, ja. zeggen ze ja. ook. Want ik vond het wel erg mooi wat ze lieten zien. Ja, maar ja, dingen die ze tonen, dat is uiteraard ziet dat er mooi uit. Maar je weet natuurlijk, ja, net wat je zegt, je weet eigenlijk toch niet wat je er echt aan van moet denken. En... Ja, als je, als je dit real-time zodra je het is vijf frames per seconde, dan leuk dat het uit de engine komt Precies. en dat het de asset zijn, dat is leuk. Maar uh, ik vond er wel, ik, ik heb niet heel erg veel met Halo, maar toen die tweede zag dacht ik wel, oké, okay, kom maar door, dit wil ik wel spelen. Dus in dat, dat opzicht werkt het wel. Nou, en ik ben same, heel benieuwd nou. als ze dan de eerste keer echt gameplay laten zien. Uh, hoe groot die, die stap dan gaat zijn? we hebben al die hardware, we hebben het over gehad. En ze schreven zelf, we kunnen 8K doen, 120 fps. Dus de spec sheets, twee duimen omhoog. Allemaal 8K TV kopen. Uh -huh. Ik denk dat er geen enkele 8K-game gaat uitkomen. En ik nee. denk ook dat er nee. heel weinig <laughs> games zijn die 120 <laughs> fps gaan doen. Um, want als je als ontwikkelaar de keuze hebt tussen een 60 fps-game met een bepaalde grafische kwaliteit ja. of 120 fps. En je moet de kwaliteit heel erg terugschroeven. Of zelfs naar 30 en nog meer kwaliteit. Dan zie je dat ze altijd kiezen voor... Nee, nou ja, voorlopig hoef je uh, überhaupt detail. nog geen uh, 8K tv te kopen. En zeker ook daar niet voor, denk ik. nee. Want als je dat gewoon echt en, met alle effecten en alles... gewoon in 4K 60fps helemaal stable kan spelen... denk ik dat je al heel uh, al ja. best wel tevreden bent. Ja, dat... Dus ik ben uiteindelijk gewoon heel erg benieuwd naar hoe die games er echt uit gaan zien, want we hebben natuurlijk elke keer met de generatie zie je van die, van die jumps. En vroeger was het nog veel groter, echt van een Super Nintendo naar een Nintendo 64 was gigantisch. En toen naar een GameCube, wederom. En elke keer. En ik heb wel het idee, het is al heel erg mooi nu. Het kan echt nog wel veel mooier. Maar ik ben benieuwd hoe ja. groot die die stappen nou eindelijk gaat zijn. Dat je de... was die stap er ook van bijvoorbeeld de PS3 naar de PS4 gelijk bij de eerste games. Dat kan ik me dus niet echt specifiek voor de geest houden. Het is ook een beetje blurry in mijn hoofd. Ja. Dus ik ben nu vooral benieuwd als bijvoorbeeld die, die trailer van Halo echt in Engine Real time zou kunnen, dan ben ik behoorlijk onder de indruk. Uh, vooral als je ziet het zit echt in details. Maar lichteffecten en particle effecten en dat soort dingen heel goed, echt veel beter. Um, want waar ik een beetje bang voor ben, is het effect wat Jurjan hier ook een keer aan tafel heeft beschreven. Namelijk op het moment dat zo'n console al jaren uit is, dan weten ontwikkelaars precies wat ze ermee kunnen doen. En ze kunnen echt het maximale uithalen. Komt er een nieuwe, dan lukt dat dus weer niet. Um, als in, er zit altijd een leercurve in. Precies, oh, ze hebben absoluut, minder ervaring ja. mee, waardoor um, het verschil in hardware groter is dan het verschil in hoe de game eruit ziet. Uh, waardoor die stap uiteindelijk er in het begin in elk geval minder groot uitziet en het meer een soort ja. van... Langzaam stijgende lijn. Ja, maar goed, dat is ook veelbelovend. Want als je kijkt wat er nu, wat je zei, hè, Wout, uit, uit er, nu, er nu uit een PlayStation 4 en een Xbox One geperst wordt, qua grafische prestaties en alles erop en eraan, dat is best wel indrukwekkend. Want de hardware is toch al soort van verouderd. En toch weten ze dit nog te presteren. Dus ja, dat, ja. dat, 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 dat zegt wel wat er over drie, vier, vijf jaar met Precies, de, hè, ja. wat, wat alleen wel anders nu is dat ze enige continuïteit hebben. Dus uh, de PS3 had een, een, een cel-CPU, een heel bizar, uniek ontwerp. Toen gingen ze naar AMD voor de PS4. En nu blijven ze bij AMD voor de PS5. Xbox is nu ook. Ze hebben wat stabiliteit in eigenlijk de, de, de architectuur die gebruikt wordt. Er zijn natuurlijk wel andere chips die erin komen. Dus ik denk dat de overstap dit keer kleiner is. Maar inderdaad, ja. tuurlijk, op een gegeven moment. Uh, Je bedoelt dat het ontwikkelen daarmee ook de, de stap daarvoor. Het is niet te groot. Ik is, denk, maar. nogmaals, ik ben geen engineer, maar, of een programmeur, maar het lijkt mij dat ontwikkelen voor de PS5 verdraaid veel gaat lijken dan uh, op ontwikkelen voor de PS4. Veel meer dan dat PS4-ontwikkeling leek op PS3-ontwikkeling. Sterker nog, ze zijn zo compatible dat games toch ook ja. backwards compatible zijn. Ja. Ja. Bij de PS5 niks... wordt daar ook heel erg de nadruk op gelegd. Ja, backwards compatibility. Je hoeft, Je hoeft ja. niks te emuleren nee. en dat soort dingen, want het is gewoon dezelfde architectuur. Ja. Heeft Microsoft daar ook iets over gezegd? Ja, Microsoft is op dat vlak al vrij goed bezig. Die is wat dat betreft nu eigenlijk al beter dan de PlayStation. Wat betreft oude games die ze gewoon nog laten werken op een op nieuwe hardware. Dus, maar dat zal, gewoon, uh, dat zal gewoon doorgaan, denk ik. Ja. Dus, en ja. altijd kun je het nog uh, streamen anders. Want daar hebben ze ook een heel klein beetje over gezegd. Ook niet al te veel eigenlijk. Ja, ja ble, ble. later dit jaar komen ze met Xbox streaming over het internet. Ja, ik, ik, ik moet het zien. Ik weet niet, het is leuk, maar. Ik ben, nee. ik, ben, ik ben toch wel me, meer van het kastje van uh, die die gewoon uh, lokaal alles uh, <laughs> nou, Wat, ik nog, wel, wat ik nog wel grappig vond, is dat je dus je eigen uh, next-gen Xbox kan inzetten als ja. bron voor streaming. Dus jij hebt zo'n ding thuis. Jij gaat de deur uit. Jij bent in een hotelletje ergens anders, je hebt een paar uurtjes vrij en dan kun je op je smartphone bijvoorbeeld of je laptop van jouw eigen fysieke Xbox thuis, moet je dus wel een beetje een leuke internetverbinding hebben, kun je dus naar je eigen device streamen. Oh wauw. Uh, heb je dus er... ook je eigen safe games en je eigen... Alles. Ja, die hangen meestal toch ja, wel in die de, de, cloud, toch aan de cloud, maar ja. het is wel echt jouw eigen hardware die het doet. Uh, dus daar gaan ze later dit jaar volgens mij uh, komt daar... Of oh, misschien is het ook met de huidige Xbox, dat weet ik niet. Ik denk dat het misschien ook wel daarmee kan. Uh, dus dat komt later dit jaar. Um, andere grote aankondiging. Nog uh, niet even heel kort. Uh, we hebben het natuurlijk over streaming. Wat het net in de vorige uitzending niet kunnen meenemen, omdat het toen nog niet bekend was. We hebben prijzen voor Google Stadia. Mm -hmm. Tientje per maand. Is dat duur? Is dat niet duur, Joris? Dan krijg je een, een vaste set games. Ja. Het, het idee is dat je de echte AAA titels moet kopen. Precies, daar ga je al. Voor dezelfde prijs als dat ze normaal in de winkel liggen, vraagteken? Vraagteken, inderdaad. Vraagteken. Ja. Um, en als je dus de, de, de 4K 60 versie van tientje per maand neemt, krijg je dus een standaardlijst met uh, games. Ik denk dat, dat dat sluit een beetje aan bij twee andere dingen die aangekondigd zijn: dat is Xbox Game Pass voor PC en Uplay. Uh, we hebben een paar weken terug, maanden terug, een hele uitzending gemaakt over dat alles een abonnementsvorm tegenwoordig heeft. En of of daar blij van moeten worden. Nou, kijk hier. Ja. Nou, of we daar blij van moeten worden, weet ik niet. Maar dat is dus ook met gaming. Dat is zo. wat er gebeurt, ja. Um, ja, ik moet zeggen: ik, Xbox Game Pass, dat kwam zondagavond kwam dat online. Ik was daar heel persoonlijk heel blij mee, want ik, uh, puur anekdotisch, ik wilde, uh, zat te wachten tot Forza Horizon 4 eindelijk in prijs daalde. <laughs> en die was nog steeds 40, 45 euro. En hij zit in het aanbod wat Microsoft geeft. Uh, het kost 4 euro per maand, de eerste maand 1 euro. Dus ik kan nu voor 1 euro 30 dagen lang deze game spelen. Heerlijke game overigens. Als ik er dan op uitgekeken raak, heeft mij 1 euro gekost. Wil ik er nog drie maanden mee spelen? Het kost alsnog veel minder dan een volwaardig game die je in de winkel koopt. Wow. Um, is het iets wat, wat jullie aanspreekt? Ik heb... Games huren in plaats van kopen? Ja, de Game Pass heb ik toevallig ook. Want dat was een keer een aanbieding voor 50 euro en een heel jaar lang. Dus ik heb dat nog, nog een tig maanden heb ik dat nog. En het is echt wel een uh, hele goede dienst vind ik hoor. Want wat je zei, Forza Horizon 4 heb ik helemaal grijs gespeeld. Gratis zit er gewoon bij. Uh, Tomb Raider, de, de twee nieuwste, zitten er allemaal gratis bij. Er zitten best wel wat... Goede titels tussen en los van alle, zeg maar, wat misschien wat minder bekende games. Maar er zit zoveel content in die ook gewoon echt wel best wel leuk is. Dat je voor... je betaalt er vijf tientjes per jaar. Ervoor betaald ja, per jaar dan heb je gewoon geld uitgespaard. Dan heb je heel veel geld uitgespaard, ja. ja. En dat is echt wel veel. gek. Want ergens denk ik dat ze dit doen om geld te verdienen. Neem ik aan dat dat onderstreept het doel is van uh, dit soort Fijt, bedrijven. Maar. Ja, het is normaal gesproken wat duurder wordt. Is geloof ik tien, tientje per maand, meen ik of zo. Als je het echt gewoon uh, op een willekeurige dag, maar ik had toevallig ja, aan... als je als je drie vier games dan speelt ja je had het er zo uit eigenlijk als je echt veel gebruik van maakt dan is het ideaal maar ja ik, ik ik dus ook weet je ik ben ook iemand maar misschien heeft het een beetje het verschil met een echte extreme hardcore gamer versus niet te maken mensen die het echt willen bezitten of zo ja ik weet niet of dat het is maar ik denk wel dat het heel veel uh, voor heel veel gamers die wat minder fanatiek zijn heel toegankelijk is omdat je zeg maar het is een beetje dan een soort Netflix-idee. Dan zie je ja. misschien niet de films die je het allerliefste wil, maar er staan wel leuke dingen op. Um, en dan ga je dat kijken. Nou, dat is denk ik met zo'n Game Pass ook zo. De, die, nu zit er toevallig een game in die je wel heel graag wilde en die nog een stuk duurder is om apart te doen. Um, maar ik denk dat zulke dingen ja. wel voor heel veel meer mensen interessant zijn dan telkens weer 4, 5, 6 tientjes uitgeven voor een game. En dat elke keer weer, waardoor je uiteindelijk toe gaat naar minder games per jaar en dus minder afwisseling hebt. Uh, terwijl je misschien wel meer games wil spelen, maar het drempel is veel lager op dit moment. En ik moet zeggen, is, ja. het aanbod bij Microsoft, je zegt zelf: Tomb Raider zat erin, Forza Horizon 4 zit erin, dan niet met de nieuwe DLC's. Dat vond ik dan een nee, beetje dat's, jammer. Nee, dat is weer jammer. Ja. Um, je kan hem ook dan met korting kopen, zo'n game, dat hij echt van jou is. Ja. Uh, maar ik speel games vaak totdat ik erop uitgekeken ben dat ze uitgespeeld zijn. En dan hoef ik hem ook niet meer te hebben eigenlijk. Hetzelfde als met een serie of een film. Die wil ik streamen en ik hoef hem niet te bezitten. Ik hoef geen dvd's in mijn kast. En ik denk dat wel dat er gamers zijn die denken: nee, deze game wil ik nog heel lang spelen. En ook later kunnen spelen. En als hij uit het assortiment gehaald wordt, dan wil ik nog steeds dat ik hem wel heb. Uh, dus daar zal een beetje het verschil in zitten. Ja. Maar, uh, en bijvoorbeeld, uh, kijk, dit, uiteindelijk valt op of staat te denken met hoe. Actueel zijn die spellen die erin zitten. Ja. Uh, maar Microsoft heeft bijvoorbeeld wel aangekondigd bij Game Pass dat gewoon Gears 5 daar ook gewoon in terecht komt. In feite, al hun nieuwe titels zijn we met meteen uh, ook, ook Crackdown 3, die dan weliswaar niet, of, uh, nee, niet heel goed beoordeeld werd, maar het zit er gewoon bij. Nou ja, uh, prima, leuk. Dus ik snap nog steeds economisch niet helemaal hoe dit het gouden ei voor ze is. Um, maar als Casual gamer, laat ik mezelf maar even zo noemen, is dit echt geweldig. Nou, als het nu economisch niet uit kan, dan is het heel logisch dat ze dit aanbieden voor een prijs die nu niet kan, maar dan zorgen dat iedereen een abonnement neemt en dan stapsgewijs. Ja, Netflix-stijl. Netflix-stijl, precies. Ja. ja. Even tussendoor, heb je Forza al. Heb je die op je OLED? Uh, nee, nee, ik game dus op mijn uh, op op een uh, oude Full HD-monitor in een. Uh... Ah, dan moet je eigenlijk echt of op je, op je OLED proberen. Dat is, maar goed. Dat, dat, ik, het is wel een game waarvan ik weet dat HDR erin zit. Dus die ik is moet nog een keer. Heel goed, ja. Voor mij betekent dat ik even mijn pc moet loskoppelen, ergens anders moet neerzetten. Uh, ik heb wel 12 van het weekend gedaan met Assassin's Creed Odyssey. Maar toen had ik nog geen Forza. Het is een beetje een verbouwing van mijn woonkamer, maar het uh, is een game die er mooi uitziet. <laughs> ja. Ik vind het vooral een hele leuk game, want ik, ik, ik ben fan van het Engeland. Uh, ik ga daar vaak op vakantie. Mijn, uh, mijn vrouw is half Engels. Dus dat is gewoon mijn familie zitten. En ik herken gewoon echt. Ze hebben het best wel mooi nagebouwd. Het sfeertje ja. klopt. Ik, ik register door Edinburgh en dan merk je echt van. Hey, ik heb hier in dit straatje heb ik zelf een foto gemaakt en dit is gewoon dat straatje. Ik, ik knalde elke keer tegen een tram aan daar, maar dat, uh, dat, dat lag <laughs> waarschijnlijk aan mijn rijstel. Dat denk ik wel. Dus uh, dat, dat, dat is eventjes uh, uh, voor dat um, Uplay Plus is dan eigenlijk weer hetzelfde, toch? En Ubisoft gaat dit nu ook ja, doen. Ja, in feite wel. Het is heel erg te vergelijken met wat EA al had hè, met Origin Access. Dat ze gewoon ook uh, gewoon hetzelfde abonnement en dan kun je gewoon uh, hè, heb je toegang uit de hele bibliotheek aan games van die uitgever. Nou nu dus Ubisoft. Uh, ja, dus hè, gaan we na. Uh, Far Cry's, de Assassin's Creed. Uh, ze zeggen iets van meer dan 100 games hè, zijn beschikbaar. Voor, nou, ja, welke precies moet nog blijken. Maar uh, ook nieuwere games schijnen daar gewoon beschikbaar voor te komen. Ja, het is weer een abonnementsdienst. Dus, uh, ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen en ik in ieder geval heel erg gaan hoppen. Want dat kun je per ja. maand opzeggen. Volgens mij ja. gewoon abonnement hoppen. Ik wil nu deze game spelen. Hij zit daar in het abonnement. Ik neem nu een maandje voor die paar euro in het abonnement. Ik ga een beetje veel tijd in die game steken. Misschien heb ik er twee maanden voor nodig om uit te spelen. Huppakee, afsluiten. Ik wil weer wat anders doen. Ik denk dat er een bepaalde groep mensen is voor wie dit heel veel goedkoper is dan al die games kopen. En sterker nog, die er meer door gaan gamen. Omdat je dus minder grote financiële drempel hebt. Ja, dus dan krijg je een soort van Ubisoft Augustus en uh, EA September. <laughs> en, uh... nou ja, ja wa waarom niet? Ja, ja. zou kunnen. En wanneer het uitkomt. Dan denk ik denk dat de vraag vooral is hoe snel komen die echte AAA games? Is dat echt dag één? Ik kan me dat heel moeilijk voorstellen. In elk ik geval. meen dat ze die, die nieuwe aangekondigde. Die, die nieuwe Ghost Recon die uit gaat komen. ook al als plaatje bij die uh, Uplay Plus hadden staan. Dus ik meen dat die ook al. Oké, okay, dan, dan snap ik nog steeds niet hoe ze dat echt op lange termijn gaan volhouden. Maar ik ben er wel. Uh... Nou ja, goed. 15 euro in de maand, ja. Of, of dollar, wat, wat, wat het ook gaat worden. 15 euro, geloof ik. Ja, ja blijkbaar is dat voor hen toch nog wel een interessant businessmodel. Want ook, ook EA heeft dat heel erg lopen pushen. Die, die Origin Access. Van, uh, dat, 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 dat je bijvoorbeeld bij Battlefield 5 en alle grote. Ook de Anthem, de grote titels. Dan, als je dat speelt via dat Origin Access. Dan, dan krijg je één of twee weken eerder toegang. En dan pas daarna krijgen alle andere normale mensen. Ook toegang. Dus je hebt allerlei voordeeltjes die daaraan, waardoor ze echt die abonnementsdiensten proberen te ja, promoten, te pushen. En ik, dus... ik heb het idee dat ik heel slim ben, want dit gaat mijn geld uh, schelen. Van, haha, ik kan nu veel meer games spelen, minder betalen, en ik gok dat zij juist met het hele tegenovergestelde insteek hebben. Dit gaat ervoor zorgen dat mensen zoals Wout niet veel gamen, juist meer gaan gamen, meer gaan betalen. Maar ja, als je, weet ik veel wat, twee of drie games per jaar koopt van vier, vijf tientjes, dan geef je 100, 150 euro uit aan, aan games. Um, dat, daar zit je al op met een tientje per maand. Dus op het moment dat je gemiddeld een tientje per maand als abonnement uitgeeft. En dat is zeg maar, hoe noem je dat in het Nederlands? Het is terugkerende omzet voor die bedrijven. Wat gewoon in de hele entertainment sector, niet alleen games, is dat gewoon het gouden ei. Hoe, hoe krijg je mensen zover dat ze, dat, ze, dat ze abonnementen nemen. En dat ze dus elke maand geld naar je overmaken. En op, op het moment dat je dat te pakken hebt, ja, dan is dat super waardevol. Dus waardevoller dan als jij één keer een game koopt en daarna zien ze je nooit meer terug. Ik denk dat je een heel goed punt maakt. Ik denk dat ze vooral hopen dat heel veel mensen dit in hun hoofd tijdelijk afsluiten... vergeten dat ze het hebben, door laten lopen... een soort slapend lid zijn... en dat daar uiteindelijk een beetje het sportschool idee... Ah. mensen in januari <laughs> die gaan bij de sportschool... Uh, want goede voornemens... en dan zijn ze dat in december nog... Denk ze volgende januari, ik ga bij een sportschool. overrekken. Oh, ik heb nog een abonnement lopen. Ik ga alleen nooit. Nou, het zou best wel kunnen dat ze, net zoals jij, een, een, goed, een relatief goedkoop jaarabonnement heeft afgesloten. Dat je zeg maar, dat je naar dat idee gaat. Inderdaad, het sportschool idee van, joh, je speelt dit nu een maand of twee maanden. Wil je een jaarabonnement, dan betaal je tien maanden en je krijgt er twaalf. Dat je denkt, ja, dat doe ik. En na drie maanden ja, heb je het wel zo'n beetje uitgebreid. En dan loopt het nog negen maanden door. Ja, ja. En wat, je, en wat je al zei, hè, van, uh, als je zo'n als abonnement hebt, dan kun je vaak die games, andere games met korting kopen. En als je een abonnement hebt dan en je, hey, je vindt Forza geweldig leuk. Je hebt het Engeland bekeken en denkt, hmm, ik wil ook nog wel het ene eiland waar die DLC over gaat hebben. Nou ja, dan ga, dus je wordt wel op die manier ecosysteem, ecosysteem Ja, ingezogen. je wordt er ingetrokken. Ze hebben meer, he? meer momenten dat ze jouw dingen kunnen voorschotelen. Het nee, is helemaal waar. Ik, ik heb nog steeds het idee dat ik hier dus nu echt een soort, dat ik ze een, een truc kan uithalen. Dan <laughs> ga ik gewoon een abonnementje starten, stopzetten. Af en toe wat spelen. En dan uh, ben ik spekkoper. En zij zit inmiddels in de boardroom. Weet je, we hebben wel een mooi trucje met Wout uitgehaald. Ja. Goed gelukt. Hij, ja. ja. hij heeft net gehad. We zijn nu langzaam aan het binnenhengelen zo. En ja. over een paar jaar, dan weet hij niet beter. <laughs> nou, misschien wel. Oké. Okay, um, jongens, nog heel kort. Wat was jouw E3? Had je soort highlight? Wat is nou hetgene waar jij... Mm, Watch Dogs Legion. Dat, toch wel. Ja, dat was wel dat. Dat is niet van mij. Wat er toch wel het meeste uitsprong, misschien. Behalve Battlefield 5, wat nu eindelijk op stoom gaat komen, maar ja, dat had het eigenlijk al een jaar geleden moeten zijn. Uh, Watch Dogs Legion, ja, dat, dat ziet er wel heel cool uit. Want even heel kort: het gaat erom, het, is het derde deel, Het speelt in uh, Londen post-Brexit. Oké, okay, dus heel <laughs> post-apocalyptisch dus. Ja, of? best wel. Het is een, een, een duistere organisatie die een beetje de boel allemaal hè, de, ja, in, in handen heeft. En het nogal uh, repressief is en zo. En drones die de boel in de gaten houden. Nou ja, een beetje dat beeld. En uh, in Londen dus voor ons redelijk herkenbaar. Ook wel leuk, denk ik. Uh, maar wat heel erg interessant is aan die game, is dat je dus niet één hoofdpersoon hebt. Of, één, één of een paar hoofdpersonen. Maar je, 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 je bestuurt als het ware een soort van collectief aan verzetsmensen die je moet recruteren. En je kan eigenlijk gewoon iedereen, elke inwoner, elke NPC, elke, elk personage wat rondloopt, kun je gewoon profilen, recruteren. En je kan in zijn, zijn of haar huid kruipen. Dus dat kan een oud omaatje zijn, dat kan een MR6-agent zijn, dat kan gewoon een uh, willekeurige voorbijganger. Dat kan iedereen zijn. Dat is wel nieuw. En, en dat zie je niet ja, vaak. En voor al die, zeggen ze, hebben ze voor al die. Dus hebben ze allemaal voiceovers van ingesproken, is allemaal gesimuleerd, allemaal geanimeerd. Uh, cutscenes erbij dus ze hebben dus waarschijnlijk als dat allemaal dat zal wel kloppen als ze dat zeggen nou ja dan, dan hebben ze natuurlijk heel veel moeten opnemen Maar uh, heeft iedereen echt, echt een eigen unieke speelervaring ja je speelt ja. niet altijd kijk als je Tomb Raider speelt speel je altijd met Lara Croft ja. um, en Nathan Drake bij een Jared. maar nu kan jouw hele verhaal ja, je, je hele perspectief de achtergrond van dat personage wat je dan speelt dat dat schijnt het hele boel behoorlijk te veranderen dus dat is wel echt cool. dat klonk wel en ik van oké okay, dit is wel Vernieuwend. Erg leuk. Ja, Als ja. dit uh, en heel goed, is heel arbeidsintensief voor die makers. Dat lijkt denk me. ik ook wel, ja. ja, ja. <laughs> die toch al die verhalen maken. Ja. Nou, niet, niet een hardcore gamer, maar je hebt het wel een beetje gevolgd. Wat sprong er voor jou uit? Nou, de, de eerste preview die bij ons online kwam, was uh, Jur die heel enthousiast vertelde over het nieuwe Star Wars game. Over die Jedi die tussen episode 3 en episode 4 uh, probeert de Jedi-orde weer een beetje uh, op, op stoom te helpen. En uh, dat vond ik wel super vet uitzien. En die komt ook, want die is dan van IE. Komt die ook streaming? Want jij hebt natuurlijk voor mij geen console of geen game. Ik per heb se. geen console. Hij zal ongetwijfeld ook wel op streaming kunnen. Als ze die nou op een streamingdienst gooien. dan ben jij misschien wel iemand die een maandje streaming neemt. <laughs> dan neem ik even een sportschoolabonnementje. <laughs> Oké, okay, ja. Ik moet zeggen, uh, ik, ik, ik denk het hele abonnementverhaal. Het komt nu echt op stoom. En ik, ik heb nog steeds, nogmaals, heel een het gevoel dat ik daar profijt van ga hebben. Uh, Laten we daar over een jaar weer over hebben. En dan pak ik even mijn bankassist erbij. <laughs> maar ik vind dat wel een, een, een handige. Uh, een, een handige manier van werken. Want ik heb heel erg vaak gedacht. Oh, ik wil die game spelen. Maar nee, ik vind het nog te duur. Ik ben niet gamer genoeg. En dit is toch iets wat de drempel verlaagt. Ja, absoluut. Ja. ja. Uh, All right. Dan nog even sneak-pieken. Er komt natuurlijk nog genoeg E3-content de komende tijd. Ja. Maar ja, Arna, jij bent nog met twee telefoons bezig geweest. Ja, klopt. Dat is het, volgens mij het eerste verhaal wat na de game previews weer een beetje online komt. Uh, we hebben de OnePlus 7, de niet-pro. Um, maar ik dacht, ja, als ik dat review, dat is aardig. En mensen zullen het ongetwijfeld heel interessant vinden. Maar alleen dat is een beetje weinig, want we hebben de 7 Pro al gehad. We hebben de OnePlus 6T gehad, waarop hij sprekend lijkt. Laat ik hem afzetten tegen de Oppo Reno. En dat is een nieuwe telefoon van... Oppo? Uh, Oppo, ja. <laughs> ik probeer de relatie tussen OnePlus en Oppo uit te leggen... Um, het zijn niet echt zusterbedrijven, maar ze delen wel dezelfde investeerder en dezelfde toeleveranciers. Zo zeggen ze dat zelf en dat merk je ook wel. En het is ook voor het eerst dat Oppo uh, met zo'n telefoon, die zich wat meer richt op design, zich in de Nederlandse markt wil wurmen. Um, hij, ik vind hem ook mooier dan de OnePlus 7, maar dat is een kwestie van, uh, van smaak. Um, en ze zitten ook ongeveer in dezelfde prijsklasse. En ik dacht ook dat ze veel op elkaar zouden lijken. Als je denkt, die Reno ken ik die ergens van. Dat is die telefoon met high-fin pop-up camera. Ja, precies. Dus die ja. komt zo als een soort high-fin komt die omhoog uit de behuizing. Hartstikke leuk. Um, dus die heb ik tegen elkaar afgezet. En uh, ik dacht eigenlijk vooraf dat ze ontzettend veel op elkaar zouden lijken. Maar nu denk ik eigenlijk dat ze heel veel verschillen. En volgens mij is er, we gaan niet zeggen welke, een overduidelijke winnaar. Er, twee, is een, er is een overduidelijke winnaar. En dat is, dat is zowel op de, op de grote punten is die beter, maar ook op de hele kleine punten. En dat zijn van die dingen waar ik best wel gevoelig voor ben. Zoals Ze hebben allebei een optische vingerafdrukscanner onder, achter het scherm zitten. Um, maar de een is gewoon echt veel sneller en beter dan de andere. Uh, ze hebben ook allebei een trillmotor, dat is heel normaal in een telefoon. Maar de een is echt veel beter dan de andere. Op dat soort dingen verschilt het echt heel erg veel. En uh, ik was daar best wel verbaasd over. Ik dacht gewoon, dit zijn twee dezelfde telefoons met wat ontwerpkeuzes die net iets anders zijn. Maar de gebruikservaring en de hele manier waarop ik die telefoons ging zien, ja, dat was echt totaal anders. De haai vinden telefoon. Dat is wel een mooie. Dat is wel mooi vinden. inderdaad. Ja. Misschien moeten we iets met de titel mee doen. Haai vinden. <laughs> ik vind hem leuk. Um, dank jullie wel, jongens. Ik vraag uh, het af. Ik zit alweer bijna een uur over games en andere zaken te praten. Nou ja, het vliegt voorbij, jongens. Het vliegt voorbij. Dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, dankjewel voor het stemmen. Uh, ja, super tof. Echt Heel leuk. <laughs> uh, heb je dus vragen aan ons? En dus zeg je elke week, maar nu heel specifiek vragen aan ons over ons, over de podcast, over tech. Uh, het lijkt ons leuk om daar een keer wat mee te doen. Natuurlijk, dus die 22 juni in de Bali in Amsterdam. Ze ja. dus horen dat graag via de reacties, via het forum of via podcast En tot de volgende keer. Doei. Eindelijk is het weer zover. Het jaarlijkse Tech Podcast Festival komt eraan. En we zijn aangekomen bij versie 2.0, want op zaterdag 22 juni kun je live in de Bali in Amsterdam komen kijken naar vijf van jouw favoriete podcasts. En dat belooft een gezellige dag te worden, want er is plek voor 200 man, een bar in de zaal en een programma vol fantastische live-opnames. En al dat moois wordt mede mogelijk gemaakt door Transipe. Natuurlijk is met nerds om tafel van de partij, maar weet je wie er ook zijn? Amsterdam, bier en podcast Nerds. dat lijkt ons een ideale combinatie. Als Neder-Belgen kunnen we uiteraard niet ontbreken op het tweede Tech Podcast Festival. Tech45 is er zeker bij. Hallo, ik ben Tom Amoes En ik ben Linda Duits. En samen met Sydney Smeets komen wij op het Tech Podcast Festival praten over nerds in de popcultuur. Want wij zijn geeky dingen. Ja, en op een Tech Podcast Festival horen natuurlijk Tech Snacks. Ook wij, Maarten van Woerkom en Raymond Mens zijn met de Tech Snacks Podcast weer van de partij. En jij toch ook ga nu snel naar www.debali.nl en bemachtig daar je kaarten voor deze nu al legendarische dag. www.debali.nl. Tot dan.